Snitten! Doe dat, doe dat! In de serie No Limits van AZ in samenwerking met CTS Group volgen we onze talenten op weg naar de top. Met vandaag Ryan en Quincy, voetballers van AZ onder 15. Ze vertellen uitgebreid over de selectiedagen van de KNVB, waarbij ze zich mogen meten met de beste voetballers van hun leeftijd. Laatste selectiedag, gewoon lekker mijn best doen, mezelf laten zien. Dus ik heb er wel veel zin in vandaag. Spanning? Gezonde spanning, niet spanning, gewoon dat ik zenuwachtig ben, maar gewoon normaal. Ja, meestal is het op een dinsdag, dan meestal is de lijst wat langer. Dus dan heb je meestal twee lijsten, heb je een ochtend en een middaggroep. Meestal zie ik in de ochtend. Dan word je in teams opgedeeld en dan word je team A of B gezet. Dan ga je onderling een selectiewedstrijd spelen, 11 tegen 11. En dan speel je meestal vanaf je eigen positie of soms een andere positie. En dan gaan ze kijken hoe je het doet. En natuurlijk ook kijken ze naar de wedstrijden, maar ook daar moet je jezelf laten zien. En dan moet je hopen dat je het goed hebt gedaan. En dan moet je het bij je eigen club natuurlijk ook goed doen. En dan krijg je een mail of je door bent of dat je nog niet door bent. En wat vind je van de groep van dit jaar? Het is natuurlijk wel leuk dat we met meer jongens van AZ zijn. Ja. Natuurlijk 8 in de voorselecties. We zijn wel met een mooie grote groep. Ja, zeker. Dat geeft gewoon ook een goed gevoel als je daar bent. Dat je gewoon eigenlijk met z'n allen eigenlijk bent. Eigenlijk bijna een heel team. Ja. Dus dat geeft wel een mooi gevoel dat je daar onderdeel van mag zijn. In het begin is alles heel spannend. Maar als je dan teamgenoten hebt, jongens uit je team waarmee je het gewoon goed kan vinden. Dan ben je niet alleen en dan ben je gewoon met elkaar. Dus dat is wel fijn. Het is daar sowieso, je speelt met de beste jongens van Nederland. Je speelt met jongens naast je die gewoon goed zijn, het beste van Nederland. Dus je wordt uitgedaagd op een ander level. En dat neem je wel mee naar AZ zelf, dat je gewoon beter wordt. Als je op die lijst staat, dan ben je een goede speler. Dus ja, het is dan mooi dat jij daar ook tussen mag staan. Het is sowieso als je van de stap van AZ van Purmerend naar AZ gaat. Je moet gewoon veel laten. Je moet je ziet je vrienden veel minder. Je gaat naar een andere school, andere omgeving. Dat is sowieso anders. En als je dan nog de stap wil maken naar Oranje onder 15. Je moet gewoon veel harder werken dan. Je moet elke dag 100% geven en harder werken dan je teamgenoten. Zodat jij wel die kans krijgt om bij onder 15 te komen en die anderen niet. En het is gewoon veel hard werken en zorgen dat je elke dag alles uit jezelf haalt.